Mevrouw Kasdé, er zijn veel klachten bij de SP binnengekomen over de WMO. Ja, dat klopt. En daar zijn we eigenlijk wel een beetje van geschrokken. Want wat we tot nu toe gehoord hebben, was dat het WMO-loket in Amstelveen in ieder geval heel goed functioneert. Dus we rijmen dat niet helemaal met elkaar. Van wie heeft u dat gehoord, dat het goed functioneert? Nou ja, ik ben als beginnend raadslid geweest bij een bijeenkomst die georganiseerd werd. Dat ging over de decentralisaties onder andere, maar ook over het WMO-beleid. En daar werd dus verteld dat in Amstelveen vergeleken bij veel andere gemeentes het WMO-loket, WMO-wet maatschappelijke ondersteuning, voor degenen die nog niet weten wat dat betekent, dat hier in Amstelveen allemaal erg goed functioneert. Maar ja, we krijgen toch klachten daarover. Voorbeelden zijn, zoals ik ook al heb gemeld in mijn persbericht, bijvoorbeeld mensen die om huishoudelijke hulp vragen, dat ook echt dringend is, die krijgen gewoon standaard het antwoord, u krijgt bericht binnen 8 weken, zonder dat daar gekeken wordt naar de situatie van iemand. Ja, en dat is een beetje vreemd als je zoiets hoort, als je overal om je heen hoort dat het zo belangrijk is dat er maatwerk wordt geleverd op dit gebied. Vindt u dat de gemeente in deze tekort schiet? Nou, eigenlijk wel, want kijk, als je maatwerk predikt, dan moet je dat ook in de praktijk brengen, vind ik.